Voor de tweede keer in een half jaar hebben inwoners van zich laten horen in verband met verkeersdrukte rondom voetbalvereniging Richters Bleek in Enschede. Eerst was het een zelfgemaakt zebrapad geschilderd op de weg. Nu is bekend dat er ook klachten bij gemeente Enschede binnenkomen over auto's die op stoepen geparkeerd staan. We praten erover met de voorzitter van die voetbalclub, Sarah Nijenhuis. Sarah, goedemiddag. Goedemiddag. De tweede actie van inwoners, zeg maar, over verkeersoverlast. Deze acties, snap je hem, die klachten? Ja, natuurlijk snap ik die. Alleen, ze zijn bij mij in ieder geval niet binnengekomen. Ik heb het ook te horen gekregen van een van de verslaggevers vanuit Tubantia, die daar iets over had gehoord. Maar ondanks dat weet ik dat die klachten er zijn en ook wel de zorgen. Het is inherent te maken met wat er een aantal maanden terug is gebeurd. Maar je weet dat er klachten er zijn, maar je had ze zelf nog niet binnengekregen. Hoe bedoel je dat precies? Nee. Nou, als het gaat om de parkeeroverlast, daar heb je in de periode, als ik terugkijk, hebben we daar wel eens iets over teruggekregen vanuit de bewoners die echt ingekapseld hebben. We zitten echt ingekapseld in dat gebied van de straten om ons heen. Worden wij wel eens van, op de zaterdag vooral en ook op de momenten dat vooral de jongste jeugd trainen, dan is het bij ons een komen en een gaan. En dan staan auto's her en der overal geparkeerd. Ja. Kunnen we daar iets mee? Dus die geluiden hebben wij zeker gehoord. Maar dat er nu echt daadwerkelijk klachten zijn binnen gewoon bij de gemeente. Normaal gesproken krijgen we ook wel een melding van. Die melding had ik nog niet gehad. Nee. In het stuk waar je ook naar refereert, hè, van die redacteur van de regionale krant, staat ook dat jullie eigenlijk zeggen, we kennen het probleem. Alleen er is eigenlijk geen concrete oplossing. Hè. We zitten ingekapseld in dat gebied, maar er is geen parkeerruimte. Is het echt zo nijpend? Ja. Nou ja, weet je wat heel grappig is? Ik werd ook echt geconfronteerd met het feit dat wij eigenlijk de enige voetbalvereniging, om het even daarop toe te spitsen, in Enschede zijn met geen eigen parkeergelegenheid. En daar werd ik op gewezen, het staat ook in het stuk. En op het moment dat je echt een soort toertje door Enschede maakt, kom je er ook achter dat vooral ook de grote verenigingen hebben eigenlijk voor de deur allemaal een soort van parkeerplek. Waar ouders kinderen kunnen halen en brengen. En waar je tegenpartijen kunt laten parkeren. Ja. Die van elders komen. En dat was ook eigenlijk wel een beetje. Wij hebben ook altijd de insteek gehad van we zitten nou eenmaal op die plek. En we moeten het doen met de plekken die we met elkaar hebben. Tot groot ergernis ook van buurtbewoners. Maar dat is dus wel een gemis. En dat kwam echt pijnlijk ook aan de orde naar aanleiding van het gesprek van vorige week. En het stuk wat nu in de krant stond. Maar hoe kan dat eigenlijk dat het dan nu ineens een soort van losgaat? Want jullie club is niet van gisteren, zeg maar. Die bestaat al een hele tijd. Ja, we bestaan 111 jaar. Dus wat dat betreft is dit... waarom nu? Ik denk wel, en daar hebben we het ook over gehad. Wat nu ook echt weer pijnlijk aan het licht is gekomen, op het moment dat je ook in coronatijd verzandt met elkaar, zie je ook dat daar waar altijd activiteit is geweest, daar waar je eigenlijk ook als buurtbewoners ook wel soms denkt van ik heb hiermee te dealen, want ik woon nou eenmaal op deze plek. Ja. Dat geldt ook als je bij een school woont. Op het moment dat we in coronatijd in lockdown zijn gegaan, vielen alle activiteiten weg. En ik denk dat daarin ook bewoners, wat ik heel goed snap, een stukje rust hebben teruggevonden van wauw. Dit kan dus ook. Ja. En op het moment dat wij weer naar buiten mochten, dan komen die activiteiten weer op gang. En we zijn gewoon een grote vereniging, ook in gezamenlijkheid met de korfbal. Dus daarin zit denk ik een stukje bewustwording van, weet je, daar zijn ze weer. Ja, maar en nu dan? Want we komen er eigenlijk op dat er geen concrete oplossing is. Nee. Moet je de voetbalclub verhuizen? Helaas gaat dat niet zo makkelijk. En ik denk ook niet dat er een plekje is waar ik zo met al mijn leren en al mijn velden en alle activiteiten die we hebben naartoe zouden kunnen gaan. Ik weet het niet. Dat maakt het ook heel erg lastig. En bij de gemeente is het ook een zorgvraagstuk. Daarover zijn we ook echt in gesprek geweest. En dan ook vooral naar aanleiding van van de actie die toen heeft plaatsgevonden. Die gesprekken gaan wij natuurlijk in de toekomst ook verder nog hebben en houden. Ik gaf ook al aan, hebben wij het ook in het verleden wel eens over gehad, misschien daar achter, aan de achterkant van het complex. Ja, daar zit een heel industrieterrein, hè? Ja. Maar goed, daar is ook logistiek een af en aan van vrachtverkeer, van auto's die daar moeten zijn. Dus ik zou het niet weten. Ik zou het eigenlijk best interessant vinden om met een aantal mensen daar naar te kijken van wat dan wel. Ja. Maar op dit moment niets concreet. En dat is ook frustrerend, want eigenlijk
als ik ook kijk naar hoe ik in het leven sta, ik hou ervan om dingen concreet te maken. En hierin heb ik geen oplossing voor de bewoners om ons heen. En ook niet voor de leden en de bezoekers van onze club. Ja, wat dan wat er gebeurt. Wat een onbevredigend einde van dit interview dan, zeg maar. Kan ik me voor, ja. Ja, nee, dan kun je ook. Ja, blijkbaar kunnen we daar nog voorlopig niks aan doen. Dus als je een slimmerik bent en je bent ingenieur en je bedenkt een ingenieus plan waar nog niemand op is gekomen. We hebben parkeergelegenheid nodig bij Richtersbleek. De koffie staat klaar op met mij. En ik denk ook wel met een aantal van de gemeente om daarover na te gaan denken. Absoluut. Ja, want daar staan we echt zeker open voor. Maar ja, op dit moment geen antwoord. Nou, dank in ieder geval voor die openheid, Sarah Nijnhuis van Richtersbleek. Geen dank. Fijne avond. En succes en weinig slapeloze nachten gewenst. Ik ga ervan uit. Ik hoop het. Dankjewel. Joejoe.